Er is veel bewolking in Nederland, alleen in het uiterste noorden schijnt de zon volop. Uit de bewolking kan vanochtend nog een vlokje sneeuw vallen, maar veel stelt het niet voor. En geleidelijk aan zien we toch ook steeds meer de dooi het land binnenschuiven. Vanochtend vriest het in het noorden nog flink, min 6 kan het zijn. En er zat ook nog een stevige oostenwind. In het zuiden loopt de temperatuur al op tot rond het vriespunt en vanmiddag wordt het daar zo'n 4 tot 6 graden. Nog steeds is er dan veel bewolking aanwezig met soms wat zon. In het noorden blijft het vandaag de hele dag vriezen. Ook vanavond dus dan daalt de temperatuur weer richting de min 4. Elders is het rond het vriespunt. En vanuit het zuiden komt ook een storing en die brengt af en toe wat neerslag. En daardoor kan het flink glad gaan worden, lokaal in de loop van de avond en nacht. Morgen hogere temperaturen. Ook in het noorden verdwijnt dan de vorst. Het wordt dan zo'n plus 3. In het zuiden kan het al 7 tot 9 graden worden en in de avond gaat het regenen. En volgende week is het licht wisselvallig weer met temperaturen overdag ruim boven het vriespunt. S'nachts is het nog rond nul. De wind is overwegend matig. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne zaterdag.